Advent is de tijd voor kerst, waar wij de komst van de heiland verwachten. Noem kom der Heiden Heiland is een van de meest bekende adventsliederen, geschreven door Luther. En dat was dan weer geënt op een hymne van Ambrosius, dus het is echt al een oud lied. De melodie is vast voor alle bekend, ik zal hem even laten horen. Bach heeft deze verwachting heel mooi vertolkt in het ritme wat hij hier in dit kleine stukje heeft geschreven. Er zit een heel herkenbaar ritme in. Tam, tatam, tatam. Zoals bij de Franse ouverture, waar bijvoorbeeld de vorst binnenschrijdt. Je hoort hem binnenkomen, heel statig. Tam. Tatam, tatam, komt hij naar binnen. En dat ritme hoor je door het hele stuk heen, hoor je dat terugkomen. En daar horen we dus ook de binnenkomst van de bruidegom, van Jezus, horen we daarin terugkomen. Zeker in het pedaal heb je dat heel vaak. Andere link naar het binnenkomen vind je aan het begin van het stuk. In plaats van gewoon te beginnen met een akkoord zoals had gekund als volgt. Bijvoorbeeld zo. In plaats daarvan begint Bach met een losse toon en bouwt dan het akkoord vanuit daarop. Dan klinkt pas het volle akkoord. En deze manier van een eerste akkoord spelen, arpeggiato, dus om de beurt, doet mij heel erg denken aan Frescobaldi, aan zijn grote toccata's, waarbij er een akkoord staat, maar waarbij de speler dat wordt geacht daar omheen te improviseren en te versieren, totdat het hele akkoord te horen is. En het leuke is dat die toccata's van Frescobaldi werden ook altijd gespeeld aan het begin van de mis, van de dienst.